Oh my god, het is allemaal wit. Kijk nou, allemaal wit. 2 weken lang van voornamelijk binnen ben ik toch even naar buiten. Ik sta voor de bouwmarkt. Don't judge me. Jessie, wat vind je ervan? Het is moeilijk heel snel te zeggen wat ik ervan vind. Hallo liefie. Gewoon geen tijd voor mezelf. Nou, dat is niet waar. Ik heb... Nee, dat is niet. Oh, word je toch nieuwsgierig van? Zitten als een baas. Ik word zo geïnterviewd door NC. Ik zie 3 logos ontworpen. Hoe de site eruit komt te zien. Had ik in mijn hoofd voor jouw website. Nou, superleuk. Hey, deze mooi. Je bent mooi. Ja, heel goed, Bobby. Wat mooi. Ik ben zo trots op jou. Ze rent een kaart weg. Ah. Zo, het is al de tweede week van de vrijwillige quarantaine. Semi-quarantaine, want we zijn natuurlijk niet de hele dag alleen maar thuis. Ja, af en toe een ommetje maken mag natuurlijk ook wel. Maar zoals je ziet, ben ik kapot. Ik ben zo kapot. Hoe ziet mijn leven er tegenwoordig uit? Ik sta elke dag heel vroeg op. Of ik wil heel vroeg opstaan en ik ben 1,5 uur aan het snoezen. Maar ik ben alleen maar aan het werk. Ik mis een beetje tijd voor mezelf. Mally werkt 5 dagen. Ik werk officieel 4 dagen. Maar er zitten maar 7 dagen in een week. En hij kan niet 5 dagen werken. En ik kan ook niet 4 dagen werken. Dus volgens mij zijn we allebei maar 2, max 2,5 dag kunnen we werken. Apart van elkaar. En dan hebben we natuurlijk ook nog Oddy. Want we gaan natuurlijk. Je moet natuurlijk niet alleen maar werken. Dus die Oddy denkt natuurlijk. Papa en mama zitten alleen maar achter de computer. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je moet ook echt mama en papa dagen hebben. En weekend met elkaar. En ook nog eens er tussendoor. Tijd voor jezelf. En dat heb ik niet. Ik heb gewoon geen tijd voor mezelf. Nou, dat is niet waar. Ik heb. Nee, dat is niet waar. Tijd voor mezelf is nu dat ik s'avonds aan de bar in de keuken. Cursusjes aan het doen ben. Is nog zelfontwikkeling. Maar dat is misschien wel tijd voor mezelf. Maar het heeft natuurlijk ook alweer met werk te maken. Maar goed, zoals je ziet, ik ben een beetje boe aan het worden. Ik heb geen mascara, ben ik helemaal vergeten. Maar we zijn weer vol moed. Maar dat komt misschien ook wel. Ja, je kan soms een beetje. Ja, je zit veel binnen. Ik merk dat ik frisse lucht. Tuurlijk, ik heb natuurlijk een tuin. Ik kan echt een ommetje maken. Maar je krijgt onbewust heel veel frisse lucht binnen. Als je gewoon de hele dag lekker afspraken hebt. Of een home tour. En lekker met de trein. En dat kan dus nu niet. Maar goed. Dat is even een update. Van het begin van de tweede week. Van de semi-quarantaine. Vanavond is persconferentie. Dus ik hoop dat het niet erger wordt. Nee, ik hoop niet. Ik blijf positief. Nou jongens. 2 weken lang van voornamelijk binnen ben ik toch even naar buiten. Dus don't judge me. Ik ben namelijk bij in de bouwmarkt. Of ik sta voor de bouwmarkt. Ik ga namelijk de derde do-it-yourself makeover doen. Zou eerst bij vriendinnetje Danique in de hal. Alleen ik vond het niet verantwoord om daar te gaan klussen. Het is een beetje dubbel. Want ja, we konden 1,5 meter afstand houden. Alleen het is een beetje raar omdat, ja, omdat ik toch online aanwezig ben. Ik weet niet. Ik denk dat heel veel van jullie dat raar zouden vinden. Ik vond het zelf ook een beetje raar. Dus de derde makeover wordt niet haar hal, maar die van ons. Op de eerste verdieping. Daar is natuurlijk nog niet zo heel veel mee gedaan. Manlief wilde eigenlijk daar nooit meer wat mee doen. Maar hij wil alleen maar iets in huis veranderen als er een campagne achter zit. Commercieel gedacht. Dus ik ga naar de bouwmarkt. Ik ga 2 kleuren verf doen. Ik ga iets met een sierlijst doen, wat we in de slaapkamer hebben. Dus, en nog wat accessoires. Afdeling woonstyling. Alleen, ik kan de ronde spiegel niet vinden. Staat op de site wel dat ze hem hebben. Maar ik ga eerst even op zoek naar een mooie lijst voor de foto's van Oddy. Dat ga ik eerst even bespeuren. Dus hebben we hier ergens een spiegel? Jammer als je het niet kan vinden. Nou, ik heb de spiegeltjes gevonden. Alleen zijn ze een beetje klein. Echt een beetje klein. Dat is altijd zo'n ding van mij. Ik kan soms proporties moeilijk inschatten. Dan denk ik dat het een hele grote spiegel is, maar dit is het best wel een kleintje. Dus we gaan eens even verder speuren. Zo jongens. Oh. Goedemiddag. Het is zondag. Het is een hele mooie zondag. Het is 18 graden. En ze hadden ons natuurlijk allemaal opgeroepen.
om vooral niet naar buiten te gaan. Althans niet je huis uit. Dus ik dacht, dit is het ideale moment om eindelijk bezig te gaan met onze hall makeover. De hall op de eerste verdieping. Zoals je ziet, oh my god, het is allemaal wit. Kijk nou, allemaal wit. Dat verplaatst een beetje naar de achtergrond als project. En Manny vond al die witte muren eigenlijk ook wel heel mooi. Toen dacht ik, weet je wat? Jij laat maar eventjes. Als jij wit wil, laat het eventjes wit. Met in mijn achterhoofd van, het wordt natuurlijk allemaal wel een keer een kleurtje. Ik heb een samenwerking weer met Karwei. Ik zou dus gisteren bij vriendinnetje Danique haar hal een makeover geven. Alleen, ja, het is een beetje raar in deze tijd. Hebben iemand klussen? De hele dag. Dus ik dacht, weet je, we cancelen de shoot. Sorry, Danique. Ik kom nog wel eens een keertje klussen als de lucht virusvrij is. Kom ik vast wel weer een keertje wat anders bij je doen. Dus ik dacht, we gaan onze eigen hal doen. Dus, wat gaan we doen? Ik ga bezig met een toetoonmuurtje. Toetoon niet afgeplakt, want ik heb zo'n hekel aan afplakken. Ik denk nog niet dat ik het goed kan. We gaan hem splitsen, de twee muurtjes, met een lambrisering van sierlijsten wat wij overhelden van de slaapkamer mini makeover. Zie je dat? Het wordt natuurlijk niet blauw hoor, maar dit gaan we dus weer opnieuw verven. Ik heb hier, wat heb ik allemaal hiermee? Ik heb allemaal gekocht. Allemaal gekocht bij de Karwei. Oh, dit zijn sloffen, die niet. Wroktape om het houtwerk af te plakken. Dit is verf voor de radiator. Een mat, alles wordt mat trouwens. Dit is heel mooi bordeaux rood. Een beetje zoals in onze hal. Ik hoop dat het wel een beetje hetzelfde tintje is. Weer van Le Noir et Blanc, omdat het echt mooi mat is. En dit is een warm roze tint. Die gaat bovenin. Dus, dit wordt ook bordeaux rood. Gaat wel grondverf onder, omdat het een radiator is. Donkere kleur gaat hier. Donkere kleur gaat hier. Warmroze kleur gaat hier. En de sierlijst komt hier. Ook nog hier. Hier. En misschien een klein stukje daar. Daar zo. Voor nu. Zo, ik ga ervan eigen kunnen nagaan. We hebben nog een hal. Uiteraard. Het huis heeft vaak 2, 3 hallen. Deze gaan we ook nog op een gegeven moment aanpakken. Dat gaan we nu nog niet doen hoor. We gaan het echt puur hebben. Wat ik puur voor de samenwerking met Karwei doe, is echt gewoon dit hoekje. Dit hier. En puur alleen de muren. Houtwerk gaan we ooit. Gaan we ook eens een keer aanpakken. Maar dat is in deel 2. Dus we gaan nu bezig met deel 1. En in deel 2 wordt al het houtwerk aangepakt. En ga ik eindelijk iets doen of verzinnen voor deze muur. Kijk eens jongens. Dit is zo'n grote, lange, hoge muur. Daar moet ook een keer wat mee gebeuren. Als het zo doorgaat. Is volgende week nog steeds deze pot nieuw? Het wordt een fris die muurtje. Weet je, daarboven heb je het plafond niet moeten afplakken trouwens. Ja, donkerder. Dus daar gaan we maar even mee bezig. Fischie, wat vind je ervan? Ik vind dit een hele mooie kleur, de onderkant. Hey. Fischie. Ja. Het is een hele warme kleur. Het is moeilijk heel snel te zeggen wat ik ervan vind. Ja, het is anders. Ik vind het moeilijk wat ik ervan vind. Ik vind het niet lelijk hoor, maar. Oh fuck. Ik heb natuurlijk net grondverf gedaan. Ja, is het dus droog? Is het niet droog? Nee. God. Ik snap ook niet waarom ik dit doe, omdat ik dacht van. Maak je het af, zag je? Ik ben helemaal in de war.
dagen verder. Ik was natuurlijk zondag bezig met de hall makeover. Het is bijna af. Het is ook wel weer zo grappig. Het idee was eigenlijk om een laminering aan te brengen. Met sierlijst zoals we over hadden van de slaapkamer. Alleen het hoekje wordt een beetje lastig. Want je moet het in verstek zagen. Alleen je moet hem niet in de breedte zagen. Maar in de lengte. Dus het is echt zo'n klein stukje. Moet je dan zagen in verstek. Mijn schoonzus zei, ik zag het allemaal niet gebeuren. Ik heb besloten om wel alsnog een toetoonmuurtje te doen. Maar dan met wroktape. Hè, dat je echt een lekker strak lijntje krijgt. Dus kun je zien, hè, deze doe je zelfs toch net even anders. Dus ik heb ietsje anders gedaan. Wat ik dus ga doen, laat ik even nu. Als jullie mijn woondilemma's hebben gevolgd, heb ik een filmpje laten zien van Eigen Huis en Tuin. Je krijgt dus nu een super strak lijntje. Want ik heb afgeplakt met wroktape. Dan ga je aan de onderkant verven met de kleur van boven. Zodat dat, het gaat altijd wel iets onder de tape door. Dus dan komt deze kleur hier onder de tape. Laat ik dit drogen en dan ga ik nog deze kleur eroverheen rollen. En dan krijg je een super strak lijntje. En dan ga ik nu dus, nou deze heb ik gedaan. Ik ga die doen. En deze twee. En nog een heel kleintje hier. Daar zo. Gaan we. Hallo liefie. Hallo Poepie. Het uur van de waarheid is aangebroken. Nou, strak lijntje. Oh. Nou, dit geeft zoveel voldoening. Als je de tape eraf trekt en je ziet een heel mooi strak lijntje. Het werkt dus echt. En het is heel mooi geworden. Jongens, we zitten al een paar weken in deze intelligente lockdown. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het is natuurlijk wel flink wennen, hè? Beetje thuiswerken met man lief, kind lief. En dan de hele dag. En geen tijd voor jezelf. En alleen maar werken of mama zijn. Dus ik ben nu in de slaapkamer. Want dit is een soort van... hier kom ik tot rust. Ik weet niet of jullie thuis ook een plekje hebben waar jullie in deze hectische tijd even gewoon lekker tot jezelf komen. En waar je even geen man en kind en om je heen hebt. Dat is dus voor mij de slaapkamer. De hele slaapkamer. En ik doe hier ook vaak yoga. Zit ik hier gewoon lekker een online yogaklasje te volgen. Maar het is ook lekker om te mediteren. En ik heb, daar ben ik zo ontzettend blij mee. Een week voor dat we allemaal verplicht thuis moesten zitten. Had ik mijn laatste eventje van Rituals. Dat weet je, dat heb je in de vorige vlog gezien. Er zitten allemaal lekkere producten in uit de Ritual of Qing. Voor relaxen en slapen. Het zijn twee lijnen. En die ruiken super lekker. Het ruikt hier echt weer heel erg lekker. Dus ik wil even laten zien hoe ik nou de afgelopen 3 weken en de komende weken, want ik denk dat het nog een tijdje gaat duren, toch wel relaxed blijf, maar ook heerlijk slaap. Kijk, dit zijn dus alle producten. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Kijk, ik vind het ooglapje zo ontzettend leuk. Kijk, dat maskertje. Ik heb trouwens wel het goede pakje aan nu. Kijk nou. Kijk, ik heb een lekkere maskertje op. Even 's avonds. Ik slaap dus altijd met een oogmasker. Ook al is het pikken donker in de kamer. Ik moet altijd een oogmasker op. Vind ik gewoon fijn. En dan ga ik dan zo. Heerlijk. Heerlijk slapen. Ook nog even goed om te weten. De sleeplijn is op basis van heiligoud en lavendel. Daar word je natuurlijk heel erg rustig van. En dan val je heerlijk in slaap. En de donkergroene lijn is op basis van... heilige lotus en jojoba. En het verzacht en verzorgt. En het kalmeert. Dus dit is heel goed om je ritueel te beginnen met deze lijn. En daarna ga je aan de slag met deze lijn. En dan is het de bedoeling dat je als een roosje slaapt. En fris en fruitig wakker wordt. Hier ben ik super blij mee. Dit is dus een hele lekkere voetenbalsem. Maar dit is dus nu echt super handig nu. Ik heb echt kapot. Potten knokkels van het handen wassen. Dit is een hele lekkere handcreme. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dit is een droge olie voor haar en lichaam. Dus dat is echt, of ik zo fijn altijd. Dit is een hele lekkere shower olie. Is een keer wat anders dan shower gel. Dit is een serum. Dat doe je hier op je slaap. En daar word je rustig van. Dus dat is fijn tijdens het mediteren. Of als je net wil gaan slapen. Wat hebben we hier? We hebben een pillow mist. En dat is heel erg leuk. Want je kunt het sprayen. Op dit kussentje. Doe je op je ogen. En dan ga je even heerlijk mediteren. Even een momentje voor jezelf. We hebben hier badzout. Magnesium. Super goed voor je spieren. Hè, dus ben je net zoals ik aan de online yoga klasjes. En merk je eigenlijk dat je best wel veel spierpijn van krijgt. Dan kun je dit gebruiken in je bad. Maar ik heb geen bad.
ga iemand anders hier leuk blij mee maken. Oh, ik wou dat ik een bad had. Kon ik hier lekker in zitten. Had ik wel minder spierpijn. Wat hebben we nog meer? Hier hebben we een hele lekkere body scrub. Ik hou ontzettend van body scrubs. En dan hebben we een lekker na het scrubben. Hebben we een crème. We hebben een geurkaars. We hebben voor je haren conditioner, shampoo, deo spray voor lekkere frisse oksels. En de shower gel. En dat tip ik dus echt iedereen om een soort van ruimte in huis te creëren waar je even helemaal tot rust kunt komen. Een ruimte waar je even niet wordt herinnerd aan man en kindlief. Klinkt misschien heel erg gruw, maar het is soms wel eventjes heel erg lekker. Een ruimte waar je eventjes kunt opladen. En dat vind ik wel het fijne, want het ritual van Ching draait dus om dat momentje voor jezelf, een momentje op te laden. En dit is natuurlijk, deze bizarre tijd is natuurlijk de ideale tijd om toch wel even stil te staan bij jezelf. Goed voor jezelf zorgen, ook is het maar 5 minuutjes. Anders word je gillend gek hier. Anders word ik gillend gek. Anders ga ik dit nog niet 3 weken volhouden. Ik hoop niet dat het nog zo lang duurt. Maar ik ben heel erg blij met deze producten. Ik heb er trouwens een heel leuk shoot mee gedaan voor op mijn Instagram. Die staat inmiddels online. Er komt nog een andere leuke post op mijn Instagram. Dus ik ben heel erg benieuwd. Check het eventjes. En laten jullie mij eventjes weten hoe jouw zenmomentje tegenwoordig eruit ziet in huis. Ik heb een pakketje gekregen. En zo te zien is die van mijn vang. Ik ben echt super benieuwd wat erin zit. Even uitpakken. Leuk kaartje. Dankjewel voor alles wat je afgelopen tijd voor me hebt gedaan. Dit waardeer ik enorm. Vandaar het cadeautje. Ontzettend leuk om je ook te ontmoeten. Wat ben je mooi van binnen en van buiten. Ah, liefst blijf gezond. Nou, hartstikke. Ik vind het kaartje hartstikke lief. Ik ben wel heel blij met deze kaarten. Echt. Oh, deze is ook zo mooi. Oh, die verdienen toch een lijstje, deze. Oh, maar nu ga ik deze uit. Oh, kijk nou. Och, deze is zo leuk. Oh, ik ben hier zo blij mee. Wat super leuk zeg. Nou, mijn fan, thanks. Ik ben helemaal blij met het cadeautje. Ik ben helemaal blij. Toch weer een lichtpuntje deze week. Klinkt wel heel erg dramatisch. Ik zat er gewoon niet lekker in deze week. Maar, thanks. Het is donderdag. Het is donderdag. Het maakt eigenlijk tegenwoordig niet meer uit wat er verdacht is. Of het nou weekend is. Het is niet per se weekend, zaterdag en zondag. Maar het is officieel donderdag. En ik heb mijn schouw gesteld. Zoals je ziet. Ik heb iets heel moois op mijn schouw. Een nieuwe spiegel. zo. Ik had er ooit voor een shoot. Ja. Kijk. Olly zit hier. Ja? Wil je wat zeggen, Olly? Wil je wat zeggen? Ja? Wil je, zo mijn salaris even overmaken? Kijk. Olly is zo wakker geworden, zie je dat? Met een hanenkam. Dus ik grap dat tegen mijn man. Als hij zo wakker wordt met een hanenkam, dan weet je, dan is de toon al gezet voor de rest van de dag. Hè? Het is me echt een mannetje. Het is echt een baas vandaag. Ja, je bent vandaag een baas. Maar goed, ik had ooit een ronde spiegel boven mijn schouw. Alleen die moest ik inleveren na de shoots. En daarna hebben we nooit meer een spiegel gedaan. Ik wilde heel graag een grote antieke spiegel. Alleen ja, alle rommelmarkten, antiekmarkten, die zijn er dus voorlopig niet meer. Dus ik heb een leuk samenwerken met Westwing. En toen mocht ik wat uitzoeken. Heb ik deze spiegel uitgezocht. Ik heb ook een hele, hele vette salontafel. Is juist binnengekomen. Ga hem straks even uitpakken. Hij weegt 80 kilo. Hij is best wel zwaar. Dus we schuiven dat steeds vooruit. Maar goed, ik heb het hoekje hier gesteld. Ik ga fotograferen. Ik ga er wat leuks van maken voor mijn blog. En die staat zeker online. Dus wil je het eindresultaat zien? Check dan even. Link in de omschrijving. Wie moet erbij zitten dan? Zitten als een baas. Of niet dan? Heb je dat ook? Is die opgehangen? Heb ik wat foto's gemaakt? Zitten de vetvlekken op? Namelijk mijn nieuwe site aan het ontwerpen. Oh, ik zet jullie even wat hoger. Zo. Ja. Nadine van Studio 4 Creative is mijn nieuwe site aan het ontwerpen. Nieuwe site, nieuwe huisstijl. Alle leuke dingen. Dus ik ga even met haar kletsen, want het gaat vandaag de eerste 3, of tenminste 3 opties voor een logo met mij bespreken. En een kleurenpalet. Oh, best wel benieuwd, best wel benieuwd. Maar oh. Kijk nou, probeer ik haar de hele tijd op te krijgen. Oh, geef snel foto. Ja.
topmodel. Topmodel. Lek niet. Lek niet meer jij. Ja, je bent mooi. Je bent mooi. Mooie vormen. Smijten, punt. Smijten. Oké, ze rent nu keihard weg. Dan geef je toch een koppie. Het beest denkt nu echt. Een raar baasje heb ik. Nou, het zijn tegenwoordig de kleine dingen waar ik heel erg blij van word. Nu we alleen maar thuis zitten. Maar goed, bellen met Nardine. Gaan we doen. Dat is echt leuk. We gaan... zo, een beetje fel. Wij gaan de woonkamer ook pimpen met sierlijsten, zoals onze slaapkamer. En iemand uit Haarlem tipte me heel lang geleden een heel leuk bedrijf, Het Schippertje, in Harderwijk. En ik heb ze zojuist even een mailtje gestuurd, want we willen dit toch wel even doorzetten. Manlief vond het nooit echt zo mooi of vond hij te druk. Maar naar de slaapkamer had hij zoiets van, nou, misschien toch wel heel erg leuk. Wel leuk, want ik heb een mailtje gestuurd en toen stuurde hij terug... Wat leuk om de enige echte interieurjunk op de mail te hebben. Vind ik zo leuk dat ze me kennen. Vind ik zo leuk. Maar ze hebben al leuke tips gegeven. Maar ze vindt het ook leuk als ik langskom in de showroom in Harderwijk. Misschien moeten we dat toch een keertje doen. Misschien door de week, zodat het niet zo druk is. Gaan we doen. Misschien wel leuk om te weten. Met onze badkamer makeover vorig jaar hadden we eigenlijk als idee om ornamenten aan het plafondetje van de badkamer te doen. En in het midden een rozet. Dus Mandy is toen ook nog ergens rondom... Heemstede hier ergens in de buurt, bij ergens in een schuur, heeft hij een rozet gehaald. En dat hebben wij toen samen aan de muur, aan het plafond bevestigd. Alleen hij raakte steeds los. En ik was toen hoogzwanger en ik had echt zoiets van, ja, maar straks sta ik daar met mijn kindje te balleren en dan valt die rozet op zijn hoofd. Dus we hebben tot op de dag van vandaag die rozet niet gebruikt. Die ligt dus nu in het tuinhuisje. Het is even leuk om jullie te laten zien. Maar hij kan dus wel worden bevestigd, alleen... Wij konden het niet met montage kit. Ja, ik durfde het niet aan. Hij viel echt gewoon van de muur af. En gelukkig kon Mandy hem opvangen. Maar dit keer laten we... we gaan dus niet met de plafond ornamenten. Want die hebben we natuurlijk al, hè. Kijk, van anderhalve eeuw oud. Ik ben er zo blij mee. Maar de do-it-yourself in de slaapkamer was wel gewoon in de slaapkamer heel leuk. Het is een hele klus voor in de woonkamer. En ik wil toch voor de woonkamer, omdat het echt gewoon... Ja, het is echt een statement in onze woonkamer. Dat de muren ook... Echt professioneel worden gedaan. Dus dat gaan we wel doen. Oh, ik heb zoveel zin in een leuk pakketje binnengekomen. Oep. Zorg niet van de trap af, Rob. Ik heb twee hele leuke pakketjes gekregen. Ik laat het jullie even zien. Kijk. Oh. Word je toch nieuwsgierig van? 80 kilo, jongens. Dus we gaan het vanavond even uitpakken. Olly gaat zo naar bed. Maar we gaan het straks even uitpakken. Oeh, spannend! Deze ga ik uitpakken. Zo. Ik heb hem inmiddels uitgepakt. Hij is super zwaar. Kijk eens hoe gezellig hij staat. En hij matcht ook super mooi. Met mijn messing salontafel en die zwarte. En kijk, het lijkt wel een setje toch? Dus echt super leuk. Ik ga hem nou even meteen fotograferen. Dit is wel een leuk hoekje. Ja, je ziet het ook hier met de bloesemboom. Nou, hartstikke leuk. Jongens. Lekker ontploft haar. Ik word zo geïnterviewd. Door, Ik word zo geïnterviewd door NC. Want Olly en ik zijn al in de baby special gekomen. Die is nog steeds te koop. Die is nog steeds, kun je nog steeds kopen. Bij de Bruna volgens mij en de Primera. Maar ons huis komt nog een keer in het gewone nummer. Met een home tourtje. En er wordt zo voor geïnterviewd. Kijk, Boomba de clown is weer op. Kijk, Olly is weer lekker aan het... Dus ik word zo geïnterviewd en ik ben benieuwd. In Milaan. Is ook weer, die is ook gecanceld. Dus dat was voor mij echt gewoon de
trendweek. Ik ging er altijd 6 volle dagen heen. En daar heb je natuurlijk alle nieuwste woontrends. Heel veel Dutch design is er. Het is gewoon net een klein Nederland. Je ziet daar zoveel Nederlanders. De Dutch Design Week natuurlijk ook. Zo jongens, zaterdag. Het is inmiddels al zaterdag. Nadine appte me namelijk dat ze met spoed naar de tandarts moest. Dus het is inmiddels zaterdag. En nu gaan we eindelijk even bellen. Zo benieuwd. Oh. Zal ik het zo met jullie delen? Ga ik even over nadenken. Ja, nee, echt gaaf. Echt heel leuk. Ja, ik ben wel heel enthousiast. Ja? Ja, ik was ook zo benieuwd. Ik denk, waar zou ze nou mee komen? Nou, dat vragenlijstje van mij en de moodboard. En dus ik vond het heel erg leuk. Ja, ik vind nog steeds... ik neig echt wel naar een combi tussen 2 en 3. Ja, nou, ja. Goed. En dan iets met het dakje. Ja. Ja, wat ik in mijn hoofd heb voor jouw website. Ja, echt heel erg leuk. Ik ben helemaal enthousiast. Ja, ik vind het ook weer een leuk haakje naar mezelf. Hè, want ik ben natuurlijk van origine journalist. Dus het is bij mij allemaal begonnen met het maken van mijn eerste krantenartikeltje. Mocht ik een krantenartikel schrijven. En dat was dus zo wakkerde ik mijn liefde aan voor dat ik dacht, hé, ik ga journalistiek studeren. Dus dit is voor mij ook een persoonlijk haakje. Ja. Superleuk. Ik ben helemaal enthousiast. Kijk, ik ben natuurlijk altijd al meteen enthousiast over heel veel dingen. Maar hier ben ik echt super, super enthousiast over. Ze heeft 3 logos, dat heb je net gezien. 3 logos ontworpen. Ze heeft laten zien hoe de site eruit komt te zien. Ongeveer qua indeling en opbouw. Kleurenpalet. En oh, wat zo gaaf. Ik ben zo benieuwd. Het is heel erg leuk. Ik moest natuurlijk een moodboard inleveren en een vragenlijstje. Dus daar moest ik echt heel erg goed naar waar Interior Junkie voor staat. Als je je doelgroepen, één bepaald persoon. Wat zijn haar karaktereigenschappen? Wat is de leeftijd? Hoe noem je haar? Wat zijn de merken heel erg, die je heel mooi vindt? Die je inspireren? Dus ik ben zo enthousiast. Nou, volgende week gaan we een stapje verder. Oh, ik ben zo blij. Nou jongens. Dat is goed nieuws. Ik doe eventjes lipgloss op. Ik heb gewoon meer vlogmateriaal dan ik had verwacht. Ik dacht, ik kan wel deze vlog alles doen van de afgelopen weken. Maar ik ben al op boven de 20 minuten, 25. Nou, dat betekent dat er volgende week gewoon weer een nieuwe vlog online staat. En in die vlog ga ik jullie alles vertellen over wat hier in godsnaam op de achtergrond is gebeurd. Kijk nou eens eventjes op de achtergrond. Waar komen die mooie sierlijsten vandaan? In mijn volgende vlog ga ik het aan jullie allemaal laten zien. We zijn inmiddels in week 5. Volgens mij is het week 5. Dus ik loop eigenlijk wederom weer achter. Kun je nagaan. Ik heb gewoon meer materiaal dan ik had verwacht. We zijn inmiddels flink aan het klussen in huis. In deze vlog zag je ons huis super mooi nog. Allemaal mooie hoekjes, allemaal gesteld en alles. Nou, alles is afgedekt. Zit in de serre van de keuken. De mooie muren zijn... Op zich, de kleur op de muur is niet meer zo heel mooi. Wij gaan dit weekend flink verven. Alles verven. Waarom en hoe en wat zien jullie in de volgende vlog. Volgende week dus. En wil ik nog even hebben over al mijn leuke plannen natuurlijk. Jullie hebben natuurlijk al gezien dat ik met mijn nieuwe site bezig ben. Nieuwe site, nieuw huisstijl. Wordt echt zo heel erg gaaf. Maar ik heb ook op Instagram bekendgemaakt wat ik allemaal ga doen. Waarom allemaal nog meer gaan doen? Ik kom dus met een interieur Instagram cursus. Ik was dus op Instagram 3 weken lang heb ik woondilemma's beantwoord. Elke dag. En het was stiekem al een soort van sneak peekje naar mijn Instagram cursus. Dit wordt een cursus waar ik de allergrootste woondilemma's met jullie te lijf ga. En op dit moment ben ik er echt volop mee bezig. Ik ben het eigenlijk al puntjes op de i aan het zetten. Qua tekst. Of gewoon qua inhoud. Dus over een tijdje laat ik het weten. Dat jullie kaartjes kunnen kopen. Lekker mee gaan doen. Hoe en wat maak ik binnenkort bekend. Maar er komt dus ook 1-op-1 interieuradvies. Ik ga kleine woonvragen beantwoorden. Ik wil de Instagram cursus ook als de lucht virusvrij is bij mij thuis organiseren. Af en toe voor max 6, 7, 8 vrouwen. Of mannen natuurlijk. Hè. Mannen is ook welkom hoor. Komen allemaal leuke dingen aan. Dus ik ben weer helemaal vol energie. Ik zat er echt. Als ik begin met deze vlog was ik een soort van... Beetje depri. En nu heb ik zoiets van... Jongens, ja oké, we zitten heel veel thuis. Maar hè, we zijn er nog allemaal. Dus het gaat allemaal goed jongens. Ik hoop dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat. Lekker binnen blijven natuurlijk. Niet mag ook wel af en toe een ommetje hoor. Doe ik ook wel eens. Een ommetje. Of een keer naar de bouwmarkt op een maandagochtend. En naar de supermarkt doe ik altijd om 9:30 s'avonds. Dus dat kun je dus ook allemaal gewoon doen. Dus vond je dit een hele, hele leuke vlog... Dan weer graag het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en te reageren. En sorry dat ik de afgelopen 2 weken geen video heb geüpload.
dat ik dacht, ik heb helemaal geen materiaal, want ik ben aan het editen en ik kom erachter dat ik echt superveel heb. Wat wel weer leuk voor jullie is, dat er weer gewoon elke week gewoon weer een vlog online komt. Maar volgende week komt er weer een nieuwe vlog online. Doeg!